Deze week wordt er weer gecollecteerd voor het Rode Kruis. Maar liefst 250 collectanten zetten zich in voor het goede doel. Voor Unity TV gingen we met hen mee. Er wordt hier vandaag gecollecteerd. Het is de Nationale Collecteweek van het Rode Kruis. En ook het Rode Kruis afdeling Leiden heeft een heleboel collectanten weten op te trommelen om geld te gaan ophalen in Leiden en omstreken. Vandaag lekker gaan collecteren. Ja. Hoe gaat het? Ja, nou ja, prima. Ik heb al wat centjes ontvangen. En heel veel mensen zijn ook nog niet thuis. Dus dan zou ik nog een keer terug moeten. Als ik nog tijd heb deze week. Maar over het algemeen, mijn indruk is goed. Maar ik ben net begonnen. U heeft net wat in de bus van de collectant gedaan. Waarom meedoen naar het Rode Kruis? Nou, het Rode Kruis is een bekend goed doel. En waar we kunnen helpen, helpen we graag natuurlijk. Is het Rode Kruis iets wat u speciaal uitzoekt? Of geeft u elke collectant geld? Nee, dat zeg ik. Als het bekende goede doelen zijn waarvan we ook het idee hebben dat het echt inderdaad ook goed terechtkomt, ja, dan ondersteunen we dat. Waar gaat het geld voor gebruikt worden? Het geld gaat voornamelijk gebruikt worden voor lokale activiteiten. Dan moet je denken aan EHBO bij evenementen, evenementenhulpverlening. Maar ook opvang en verzorging bij rampen. We doen ook heel veel aan sociale hulp. Dat weten een heleboel mensen niet. Maar we hebben bijvoorbeeld taallessen voor buitenlandse vrouwen. Er is een naailes voor buitenlandse vrouwen. Wij organiseren ook dagjes uit voor mensen die minder mobiel zijn. Dat soort dingen moet je aan denken. Waarom doet u hier aan mee? Ja, een soort nostalgisch gebeuren. Mijn vader die werkte na zijn pensioen bij het Rode Kruis en was altijd heel erg enthousiast over. En als 16-jarige ben ik begonnen met collecteren. Ben ik er mee geweest met de boot, met Henri Dunant. Dus ja, het zit eigenlijk een beetje in mijn bloed. Je hebt van hem overgenomen? Ja, zo kan je het wel zeggen. Ja, succes vandaag. Ja, dankjewel. Van het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, worden verschillende projecten betaald. Eén daarvan is het vorig jaar opgezette bikersteam. Het bikerteam van het Rode Kruis Leiden. Dat is een uitbreiding op de reguliere hulpverleningsposten van het Rode Kruis. We zijn bij evenementen aanwezig om snel hulp te kunnen verlenen aan de mensen die dat nodig hebben. En aan wat voor evenementen moet ik dan denken? Waar zijn jullie bij? We zijn onder andere bij de Marathon van Leiden geweest. Wij zijn bij de Parkpop in Den Haag geweest. We worden ingezet met 3 oktober in Leiden, de kermis en de omgeving. We zijn ook bezig geweest met een brandweertocht. En alle andere hulpverleningen waar bikers makkelijk en snel ergens naartoe moeten kunnen gaan om hulp te verlenen. De week is nu net begonnen. Wanneer kunnen de mensen de collectant aan de deur verwachten? Ja, eigenlijk nog de hele week tot en met aanstaande zaterdag. Het is zo dat wij dit jaar ook voor het eerst collecteren in omliggende gemeenten en dorpen. Dan moet je denken aan Leiderdorp, Hazeswoude, Rijndijk, Hazeswoude, Dorp en Roelof Arendsveen. En wij gaan ook nog tijdens de peurbakkentocht extra collecteren. En op zaterdag lopen wij in de stad. En mocht u de collectant dit jaar helemaal missen, dan kunt u ook sms'en. RKL2 voor 2 euro, RKL4 voor 4 euro en RKL6 voor 6 euro. U doet dit dan naar nummer 4333.